Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Het is op veel plaatsen helder boven Nederland, alleen in het noordoosten en in de regio van Limburg komen wat wolkenvelden voor. Op de plaatsen waar geen wolken zijn, daar vriest het licht en kan het op sommige plaatsen ook lokaal glad zijn. In de ochtend duurt het eventjes voordat de temperatuur overal boven het vriespunt uit is, maar ongeveer halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond 0 of 1 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het is overal droog, maar wel fris met 3 tot 5 graden. En daarbij staat eigenlijk amper wind, zwak boven land en misschien matig aan zee uit oostelijke richting. Vanavond zijn er dan opnieuw heldere perioden en we gaan het opnieuw licht vriezen op veel plaatsen. Daarbij kan het opnieuw lokaal glad worden en dan met name op bruggen en viaducten. En ook vannacht moeten we daar rekening mee houden. Morgen is het dan vooral in het oosten nog lang zonnig, maar in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en later volgt er ook wat regen. Het is met 4 tot 7 graden ietsjes minder koud dan vandaag. En daarna wordt het eigenlijk gewoon echt wisselvallig. De wind draait naar het zuidwesten en er komt zachtere lucht binnen. Het gaat op steeds vaker regenen en de temperatuur loopt dan op naar zo'n 7 of 8 graden. En vooral in het weekend kan het ook nog eens stevig gaan waaien. Mijn naam is Wilfred Janssen van weerplaza.nl.